gek doen. Mooi is dat weer. Zo, mijn plekje is helemaal klaar. En lief jou, Olly? Allang. Ja, dat zal best. Maar ja, jouw plek is echt niet zo mooi als mijn plekje, hoor. Oh, echt wel. Ik heb een hele stoere jongensplek, hoor. Echt helemaal Olly. Je hebt waarschijnlijk echt zo'n meisjesplek. Nou, en is helemaal niet leuk, Olly. Maar mag ik misschien jouw plekje zien? Ja hoor, best. Oh, wauwie, Olly. Ja, echt een supermooi plekje. Ik snap dat jullie ook bij mij bent. Het past echt helemaal bij jou. Mag ik jouw chill plekje ook zien? Ja, natuurlijk. Ik ben er heel blij mee. Oh, wauwie, Sophie. Ja, dit is echt wel een Sophie-plekje. Echt supermooi gemaakt. Leuk, hoor. Ja, ik ben echt super blij mee. En weet jij nog meer blij mee bent? Nou. Kijk, die kids zijn er. Oh ja. Hoi, kids. Hoi. Superleuk dat jullie er weer zijn. Kijk eens, wij hebben ons eigen chillplekje gemaakt. Met een mooie muur ertussen. Ik heb mijn plekje en Sophie heeft haar chillplekje. Precies. Mm-hmm. En die muur zorgt ervoor dat Olly helemaal niet in mijn plekje kan komen. Want dan maakt hij misschien dingen vies of kapot. En dat vind ik helemaal niet leuk. Ja, maar het zorgt er ook voor dat Sophie niet bij mij in mijn chillplekje kan komen. Want ik heb een hele mooie snoeppot met allemaal lekkere snoepjes. En die zijn van mij en mijn vrienden. Dus jullie kids mogen natuurlijk wel bij mij in mijn plekje komen. Want jullie zijn natuurlijk mijn vrienden. Ja, maar jullie zijn natuurlijk ook mijn vrienden. Dus jullie mogen ook in mijn plekje komen. En bij mijn plekje gaan we ook zingen en dansen. Zullen we alles nu gaan doen? Ja, doe niet mee! Hey kids, goedemorgen en wat fijn dat jullie kijken. Zing lekker met ons mee over een liedje dat God vanuit de hemel alle kinderen over de hele wereld ziet. Is het met? Hallo, ik ben Nora. Ik ben 5 jaar. En ik heb een pakketje. Kijk maar mee. Yeah.
Ze kunnen heel goed vliegen. Wil je het zien? Oké, dan gaan we dan. Oh, en het zijn nog hele grote beesten, ja. En ze kunnen kriebelen. Doei! Oké, tot zo, Jela en Anna. Yo, Sophie, doe even rustig, joh. Ik heb bijna al mijn Lego op de grond vallen, joh. Ik ben er hartstikke lang al mee bezig. Oeps, sorry, Olly. Wat was je aan het doen? Oh, ik was aan het springtouwen met Jaëlle en Anne buiten. En ze komen zo meteen even lekker naar mijn plekje kijken. Echt superleuk. Als ze maar bij jouw plekje blijven, niet naar mijn plekje. En dat ze van mijn snoeppot afblijven ook, hoor. En van mijn Lego. Ja, Olly. Mag ik eens even naar je Lego kijken? Wat ben je aan het maken? Ja hoor, kijk maar. Tada. Oh, wauw. Wat heb je dan mooi gemaakt, zeg. Leuk, hè? Ja, heel leuk. Olly, kom eens. Ja, wat is er dan? Mag ik een snoepje uit jouw snoeppot? Nee, Sophie, dat heb ik nou toch al zo vaak gezegd. Deze snoeppot is van mij en van mijn vrienden. Dus jij krijgt er geen snoep van. Oh, doe nou, Olly. Hé, Sophie, de kist. Oh, kom. Verborgen in de grond ligt een schat. Wist je dat? En wil je weten wat het is? Ook voor jou. En zomaar zonder te betalen is hier voor iedereen een schatkist vol verhalen. Er is een vrouw, Rahab. Ze woont in de stad Jericho. Daar wonen allemaal boeven. En Rahab is hun vriendin. Voor haar werk krijgt ze ook boevengeld. Eigenlijk is Rahab daarom ook een boef. Maar, zegt Rahab, ik wil helemaal geen boef zijn. Alleen, zonder geld kan ik niet eten. Rahab voelt zich eenzaam en gevangen. Ze luistert graag naar de verhalen over God. De God van het volk Israël. Die helpt zijn volk. Toen ze gevangen zaten in Egypte, zorgde hij voor hun ontsnapping. Hij liet zelfs een zee helemaal opdrogen, zodat ze snel weg konden rennen. Hielp God mij ook maar, denkt Rahab. Op een dag roept een van de boeven bang. Het volk Israël komt eraan. Hun God zegt dat Jericho hun stad is. De boeven bibberen. Dat volk heeft machtige koningen verslagen. Ze klimmen op de dikke muur die helemaal om de stad heen is. Ze roepen nepstoer. Jullie komen er toch niet in. Jullie krijgen helemaal niks. Beneden, buiten de stad, roept de man terug. God wil jullie boevenbuik niet eens. God wil dat jullie stoppen met boeven zijn. Dat nooit, roepen de boeven. Rahab slaapt. Maar opeens schrikt ze wakker. Er staan twee vreemde mannen in haar kamer. We doen je niks. Wij zijn van het volk Israël. We komen stiekem een kijkje nemen. Verraad ons niet en als ons volk de stad binnenkomt, zullen we jou en je familie laten gaan. Er klinken zware voetstappen op de trap. Boeven! Snel, zegt Rahab. Verstop je. De deur zwaait open. Hey, heb jij net twee mannen gezien? Vraagt een boef. Ja, zegt de Rahab. Die kant op. Ze wijst verkeerd. Ze helpt de mannen. De twee mannen zijn blij.
als wij de stad binnenkomen, moet je een rood touw uit je raam hangen. Dat is ons teken. Dan laat iedereen je met rust. Oké. De boeven staan weer op de muur. Ze wijzen naar hun voorhoofd. Kijk nou! Het enige wat dat gekke volk doet, is rondjes lopen om de stad heen. En op tuters blazen. Hè? Beneden zegt niemand een woord. Ze lopen stil elke dag om de stad heen. Dit gaat wel 6 dagen. 6 dagen gaat het door. Oh joh, ze durven niet aan te vallen, lachen de boeven. Maar de 7e dag is anders. Na het laatste rondje begint het volk ineens keihard te juichen. Eerst lachen de boeven verbaasd. Maar dan? Hé, voel jij dat ook? Voelen jullie dat? De muur trilt. Boom. Er vallen stenen uit de muur naar beneden. En Ragab rent naar haar kamer en laat het rode touw zakken. Het juichen wordt harder. Steeds meer stenen raken los. En de hele muur van Jericho valt om. Het volk Israël komt de stad binnen. Wegwezen, roepen de boeven. Als Ragab over de stenen van Jericho heen klimt, wacht daar een hele groep mensen. Bedankt voor je hulp, zeggen ze. Kom maar bij ons wonen. Ragab is blij dat ze geen boef meer hoeft te zijn. Nu heb ik geen muur van steen meer om me heen, maar een hele grote groep van vrienden. Hebben jullie ook vrienden? Ja? En hoe is dat om vrienden te hebben? Leuk. Fijn. Een schatkist voor verhalen. Samen is veel leuker. Alleen is maar alleen. Iemand die je helpen kan, dat wil toch iedereen. Tot zo weer!
Oh, hey kids. Net waren Jaëla en Anne hier. En ze vonden mijn plekje echt superleuk. Ja, alleen ze vonden het een beetje stom, omdat ik helemaal geen snoepjes had. En dus toen zei ze, joh, weet je wat je doet? Pak gewoon de snoepjes van Olly. Die zit toch niet door. Dus ik moet even terugzetten, want anders heeft Olly het natuurlijk wel door. Nou, en ik denk ook dat ze wel gelijk hebben, hoor. Dat Olly's plekje veel groter is. Dat is helemaal niet eerlijk. Net wilden we natuurlijk samen gaan dansen, maar dat lukte helemaal niet, want we kwamen steeds met de armen tegen elkaar, omdat het plekje veel te klein is. Toen zeiden ze, ja, misschien moet je die muur gewoon opschuiven, want het is helemaal niet eerlijk verdeeld zo. Maar ja, ik weet niet of ik dat moet doen. Kit, wat vinden jullie? Moet ik even de muur iets opschuiven? Ja, maar het is, als ik hem niet opschuif, dan komen ze straks niet spelen. Niet? Ja, maar kids, dan komen ze hier niet meer dansen. En dan gaan ze ergens anders dansen. En dan mag ik dan niet meedansen. Dat vind ik helemaal niet leuk. En dat zijn echt mijn allerbeste vriendinnen waar ik heel graag mee dans. Weet je, ik ga het toch gewoon doen. Weet je, ik denk dat Olly toch niet ziet. Oké, ik moet het gewoon een stukje opschuiven. Zo. Zo, iets een beetje ruimte. Oeh, oeps, er viel iets volgens mij. Nou, weet je, dat kon Olly misschien zelf gewoon weer maken. Oké. Nou, kijk. Dit is een stuk beter. Hebben we genoeg ruimte om te dansen. Ik ga snel mijn vriendinnen halen. Ja, Ina en Anna, om te zeggen dat we kunnen dansen. Wat is hier gebeurd? Oh, mijn Lego kunstwerk is helemaal kapot gemaakt. Oh, ik heb er zo lang aan gewerkt dat het mooi was. Wat stom zeg. Hé, hey, maar wacht eens. Die hele muur is helemaal verplaatst. Die, hè? Ja, die stond toch net helemaal recht? Ik snap er helemaal niks van. Het voelt ineens veel kleiner hier. Ah, oh, wat is dit nou weer voor stom gedoe, zeg. Oh, nee, ook dat nog? Mijn snoeppot. Nee, waar zijn al mijn snoepjes gebleven? Oh, er zitten er nog maar 1, 2, 3, 4, 5. Er zitten nog maar 6 snoepjes in. Oh, wat is dit stom zeg. Ik vind het echt niet leuk. Wie heeft dit gedaan? Oh, wat een stom gedoe. Nou. Oké, Jaëla en Anna, ik zie jullie zo meteen na het eten. Ik heb ook zin om te dansen. Doei. Sophie. Olly? Sophie? Ik snap er helemaal niks van. Ik kom terug en mijn Lego kunstwerk is helemaal kapot. Oh. Sophie, weet jij wie dit gedaan heeft? Mhm. Mhm, wat zeg je? Ik versta je niet. Ik zeg mhm. Betekent dat jij weet wie dit gedaan heeft? Ja, ik weet wie het gedaan heeft. Nou goed. Oh, echt vertel, wie heeft het gedaan? Nou, ik heb het gedaan, maar echt per ongeluk. Het ging helemaal niet expres. Sorry, Olly. Weet je, ik ging de muur opschuiven en toen kwam ik per ongeluk tegen jouw kunstwerk. Ja, toen viel die om. Nou, maar Sophie, dat vind ik echt niet leuk. We hadden toch afgesproken dat jij jouw chillplekje had en ik de mijne? We hadden evenveel ruimte. Je hebt toch niet meer ruimte nodig? Jawel, want Jaëla en Anna zouden komen dansen. Maar we hadden helemaal niet genoeg ruimte. We kwamen elke keer tegen elkaar aan. En als we niet genoeg ruimte hadden, gingen zij ergens anders dansen. En dan mocht ik helemaal niet meedansen. Dus ik moest echt even ruimte maken. Nou, ja, maar... En mijn snoeppot dan? Die is ook bijna helemaal leeg. Er zit bijna niks meer in. Ja, maar Olly, ik had helemaal geen snoepjes. En Jaëla en Anna wilden heel graag snoepjes eten. Toen zeiden ze, weet je, als je het gewoon pakt bij Olly, dan zal hij het misschien toch niet zien. Dus hebben we gewoon snoepjes gegeten. En toen heb ik de snoeppot weer teruggezet bij jou. Toch niet ziet? Sophie, ik kan dwars door die snoeppot heen kijken. Er zit nu gewoon bijna niks meer in, joh. Sorry, Olly. Maar Sophie, ik vind het echt niet leuk. Ik vind het echt gemeen van jou en Jaëla en Anna. Ik bedoel, je maakt gewoon mijn Lego kapot. Je haalt mijn snoepjes haal je uit mijn snoeppot. Oh, ik word er echt gewoon heel boos en verdrietig van. Ik ga naar mama toe. Olly. Sorry, hoor. Ik deed het echt niet expres. Ik vind het helemaal niet leuk dat ik dat zo heb gedaan. Hoe kan ik het goed maken dan? Ik weet echt niet zo goed. Ja, maar Sophie, het is echt gewoon niet leuk wat je gedaan hebt. Dat weet je zelf toch ook wel, dat het echt niet kan. Weet je, sinds jij die vriendinnen hebt, Jaëla en Anna, luister je alleen maar naar wat zij zeggen. En doe je ook een van die stomme dingen. Ik heb veel liever de lieve Sophie, die vind ik veel leuker. Ja, maar Olly, als ik het dan niet doe, dan willen ze geen vriendinnen meer met mij zijn.
Ja, maar Sophie, je moet ook niet altijd luisteren naar wat zij zeggen. Dat is echt niet goed voor je. Als je dat wel blijft doen, dan wil zometeen niemand meer met jouw vriendinnen zijn. En ben je helemaal alleen. Oh, maar dat wil ik niet. Ik wil juist heel graag vriendinnen zijn. En ik wil zelf ook een hele goede vriendin zijn. Ja, ik wil dat graag ook. Want je lijkt nu gewoon een beetje op die boeven uit Jericho. Die ook alleen maar gemene dingen doen. Alleen maar met hun vrienden. Dat is echt niet leuk. Oh, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal geen boef zijn. Ik wil juist een hele goede vriendin zijn. Nou, ik wil ook heel graag dat je dat bent, Sophie. Maar ik weet niet hoe ik dat moet doen, Olly. Nou, volgens mij begint het met stoppen te luisteren naar wat die vriendinnen steeds tegen jou zeggen. Als ze verkeerde dingen tegen jou zeggen om te doen. Zoals mijn Lego kapot maken, die muur verplaatsen en mijn snoepjes opeten. Sophie, je weet toch zelf ook wel wat goede dingen zijn en wat niet goede dingen zijn, verkeerde dingen zijn. Dat weet je zelf toch ook wel? Ja, dat klopt ook wel. Net zoals in het verhaal. Rahab, die wilde ook heel graag bij het volk van de Heere God horen. En toen wist ze, ik moet stoppen met verkeerde dingen doen. Ik moet luisteren naar wat de Heere God wil dat ik doe. En ik denk dat jij dat ook moet doen. Ja, natuurlijk. Ik wil ook bij de Heere God horen. En ik wil natuurlijk ook goede dingen doen. Omdat, ja, ik weet natuurlijk ook dat als ik goede dingen doe, ga ik steeds meer op de Heere Jezus lijken. Ik weet al wat ik moet doen. Sophie! Oh, Sophie, wat doe je nu? Die muur hebben we helemaal niet meer nodig, Olly. Helemaal niet meer nodig? Nee, weet je, ik wil tegen jou zeggen... Sorry. Sorry dat ik jouw kunstwerk heb kapot gemaakt. Sorry dat ik uit jouw snoeppotje heb gegeten. Ik wil een hele goede vriendin zijn en een hele goede zus voor jou zijn. Dus ik dacht, die muur moet weg. Want dan hebben we natuurlijk een hele grote ruimte... waar we dan allemaal kunstwerk kunnen maken van Lego. Oh, dat vind ik wel echt een heel goed idee van jou, Sophie. Ja, toch? Maar mijn snoeppot dan? Oké. Ik ga van mijn eigen centjes nieuwe snoepjes voor jou kopen. Dat vind ik heel erg lief. Ja. Of ik haal gewoon uit mama's ala. Oh, Sophie! Leuk dat lege Olly. Leuk hè? Maar samen spelen is ook superleuk. Zeker met mij. Nou, dat zeker ook, Olly. Nou, ik ben blij dat er weer helemaal goed is tussen ons en we leuk samen spelen.
Nou, ik ook, Sophie. Ja. Weet je, het is veel leuker als je een goede vriend of vriendin voor iemand bent dan een boef die alleen maar verkeerde dingen doet. Nou, zeker. Maar ik vind het ook best wel een beetje moeilijk, Olly. Snap ik, Sophie. Is soms ook een beetje lastig. Maar gelukkig willen andere mensen jou helpen en de Heer Jezus ook altijd bij je. Oh, gelukkig wel. Hey kids, je moet eigenlijk ook nog even sorry tegen jullie zeggen. Want jullie zeiden tegen mij dat ik eigenlijk niet de muur opzij moest schuiven, maar ik deed toen toch. Dat was niet zo slim van mij. Maar gelukkig is nu alles weer helemaal goed gekomen. En kijk eens, Sophie heeft allemaal lekkere snoepjes van mij gekocht. En weet je, deze vind ik eigenlijk nog lekkerder dan die ik al had. Ik vind ze ook echt super lekker. Zullen we naar buiten gaan en dan aan onze vrienden ook een zakje snoepjes uitdelen? Ja, want dat is wat vrienden doen. Die delen leuke dingen met elkaar. Ja, precies. Hey kids, zien we jullie volgende week weer. Doei! Oké, welke niet meer. Deze. Onze